vooraf is er altijd een toespraak. En aangezien ik niet zo goed ben in dingen praten en zo, heb ik daarvoor iemand ingehuurd. Dat is onze voorzitter, Robert Krahey. Het is wel heel veel goede opkomst, zeg. Tjongejonge, geweldig. Dames en heren, jongens en meisjes, namens het Varia-bestuur heet ik jullie van harte welkom op de opening van de 40ste editie van het Deedens Varia Feestweek. In 1972 is het Deedens Varia opgericht door Henk Havenkort, Geert Kramer, Bart Bakker en Anton Jonker. De Deedens Varia is wijd en zijd bekend in de regio en een traditie waar we trots op kunnen zijn in ons dorp. Want er is niets leuker om een week lang ons dorp op de kop te zetten. Het volgende wil ik graag noemen en met jullie delen. Samenwerking met de buurtverenigingen. We hebben elkaar weer opgezocht en het was geweldig hoeveel ideeën er zijn toen ontstaan. De toegangswegen met de poorten. Het maken van een vlag, dat is hun idee. De fietstoertocht op vrijdag. En dinsdag worden de bewoners van het avondlicht naar de nostalgische markt gebracht onder begeleiding van de buurtvereniging. En ze helpen ook bij de fakkeloptocht. Geweldig dat we deze fijne samenwerking weer kunnen in ere hebben kunnen herstellen. Verder kan het Deedens Varia niet zonder vrijwilligers, zoals onder de werkploeg onder aanvoering van Tony Scholten. Ik heb begrepen dat de palen in de vaart nooit zo recht hebben gestaan. En de Deedens Varia kan niet zonder al deze vrijwilligers en sponsoren. Want sponsoren hebben ook ondanks de crisis het mogelijk gemaakt om een financiële of een facilitaire bijdrage te leveren. En we willen ook enorm bedanken. Dan, ik wil van jullie graag een heel warm applaus voor al deze sponsoren en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Jullie zijn natuurlijk niet gekomen om ook nog naar een lang verhaal van die wethouder te luisteren. Je wil gewoon die ballonnen oplaten. Nou, dat snap ik wel. Je kan pas de 40ste Deedens Varia hebben als er 39 voor zijn geweest. Ja, dat lijkt me nogal heel logisch. En als je 40 keer een Deedens Varia organiseert, dan betekent dat dat het een succesformule is. Ik zal niet zeggen hoe oud ik was toen ik de eerste zag, maar ik weet nog wat er toen zich afspeelde. Dat was paal zitten en boks liggen. Ja? Ik hoor dat het Fiedeljeppen ook weer terugkomt, dus wie weet gaan we ook weer verder met paal zitten. Als het aan mij ligt, hoeft het niet. Maar goed, dat is mijn voorkeur. Mensen, het programma is net opgenomen. Er zit weer ongelooflijk veel in. Als je de Julianastraat bekijkt, hij was al heel mooi, maar is nog veel mooier geworden. Iedereen is weer druk bezig om met onze gasten, de bezoekers, naar de zin te maken. Ik hoop dat dat gaat lukken. En als je nou mensen met dit soort truien ziet, dan kom eens even naar voren, Robert. Heel veel mensen doen er heel veel aan. Maar dit soort mensen doen er ongelooflijk veel aan. Die hebben weer een jaar van voorbereiding achter de rug met allerlei vrijwilligers. Dus ik zou willen vragen, al die mensen in die mooie poloshirts, kom eens even hier naar boven. Al die mensen in die poloshirts, als ze er zijn, kom eens even hier naar boven. Gaan de mensen daar maar schrikken? Ja, daar komen ze aan. Kijk. De 40ste zijn er 39 voorgegaan. Toen hadden ze misschien niet allemaal zo'n mooie polo aan. Maar dit soort mensen, ja, daar zijn wij als gemeentebestuur ongelooflijk blij mee. Want we kunnen wel roepen van gemeente Hardenberg of Deedemsvaart op de kaart. Maar als je geen mensen hebt die de schouders eronder willen zetten, dan gebeurt dat niet. Deze mensen zetten er de schouders onder en ze hebben weer een prachtig programma. En ik zou willen zeggen, geef deze mensen een daverend applaus voor de organisatie. Het weer is goed, het weer blijft voorlopig goed, dus ik zou zeggen, geniet er met z'n allen van. Ja, en laat het zo zijn dat we aan het eind denken van, was het maar vast de 41ste. Heel veel plezier.
Nog een extra applaus voor de dames van Danscenter Drent. Jaarlijks doen ze dat allemaal voor ons. En ik heb aan de lijve mogen ervaren hoe moeilijk het is. En ik hoef het alleen maar te tillen. En zelfs daar lukt het mij heel moeilijk om de maat te houden. Dan worden de sjerpen omgehangen. Het was maar goed dat we dat net niet hadden, want dan zou dat allemaal kapot zijn geweest. Goed, dan haal ik alvast naar voren voor de koning van deze jonge dame. Douwe en het roze trio van het afgelopen jaar. Dames. En die waren ook... Goed om te zien, toch? We hebben het geweldig gedaan. Goed. Jullie gaan het kroontje opzetten. En wie heeft het kroontje? En zoals gebruikelijk, als je dan gekomen bent tot Roze Koningin, dan mag je een woordje zeggen. Yvonne, hou hem vlak bij je mond. Ga ik doen. Hartelijk welkom allemaal bij de jubileumeditie van de 40ste Dedumsvaria. 40 jaar Dedumsvaria. Als eerste wil ik mijn hofdames aan jullie voorstellen. Links van mij, Sandra van der Hof. Rechts van mij, Saskia Geuken. Al jaren vieren we carnaval met elkaar. Dus we kennen elkaar aardig goed. En ik kan u vertellen, 5 dagen carnavieren is topsport. Elke dag een andere outfit. Elke dag weer vrolijk zijn. We genieten ervan. En laten we het dan ook nog eens worden. Echt in één woord geweldig. Vadia Stuur, bedankt. De voorbereiding liep lekker ontspannen. We worden natuurlijk reuze verwend. Hiervoor onze hartelijk dank naar alle sponsoren. Het programma hebben we met z'n drieën doorgenomen en het ziet er fantastisch uit. Voor jong en oud is er wat te beleven. We gaan zoveel mogelijk ons best doen om bij alle activiteiten aanwezig te zijn en jullie te komen aanmoedigen. Het Varia-bestuur is er maar ontzettend druk mee. Ieder heeft zo zijn eigen taak en hebben ze er de handen vol aan. Onze complimenten daarvoor. Eigenlijk mogen we met elkaar best wel heel erg trots zijn op Dedumsvaart. Het hele jaar door wordt er zoveel georganiseerd voor jong en oud. Voor alle vrijwilligers, top. Wij hebben er heel veel zin in, dus wat ons betreft gaan we starten. En samen met elkaar gaan we er een onvergetelijk feest van maken. En Douwe wil toch nog even wat zeggen. Ja! Voor jou. Ja.
eens Den Helder worden. Of Texel. Die komt er vanzelf onderuit. De week van augustus is er weer feest in Dedemsvaart. Jong en oud trekken erop uit, hebben geld bijeen gespaard. Van heinde en ver komt men dan naar hier en maken in Dedemsvaart veel plezier. Varia, varia, Dedemsvaria, varia. Festiviteiten van A tot Z in de varia. Iedereen heeft de grootste pret, het is varia. Vijf dagen lang is het hier groot feest, zoals het elders nooit is geweest. Varia, varia, Dedems, varia, varia. Dagen de zweetmolen in. Oma zei, je moet mij niet vragen, in zo'n bakkie kom ik er niet in. In de wielerronde had Kees een strop, want Jansen Tomaat trof hem recht voor zijn kop. Varia, varia, Dedems, varia, varia. De rozenkoningin met twee hofdames, varia, lopen dagelijks door de straten, het is varia. Is men dan ergens een spel aan het doen, de winnaar beloont ze dan met een zoen. Varia, varia, Dedems, varia, varia. Het marktplein is het kermis varia. In de straten staan leuke kraampjes, dis varia. Baron van Dedem blaast erop los, zijn standbeeld staat aan de markt heel trots. Varia, varia, Dedems, varia, varia. Varia, varia, Dedems, varia, varia. Daar gaat het komen! Ja! Harder, 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 harder! Ach, wat jammer nou. Nee, hij stopt daar al. Zou je met je voet over de lijn? Goed zo, ik wou zeggen, als je ja had gezegd. Oh, oh, oh. 100 meter, 11. Ja, niet zomaar, Stevens, kom op, maar ik heb het stuk. Ja, dit is gegaan. Nee. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar? Ja, Stef. Ja, bijna het weg. Bestie, ga je aan. Denk aan die streep. Je meen. En daarna zondag doen we even rekenen. Hey. Mama,
spelen. Ik laat hem even liggen. Ik maak er even een competitie van. Wie is de volgende? Vol water en dan gooien. Extra veel gewicht. Moet je snel zijn. 1, 2. Ja! Ja, dan laat ik die even liggen. Dan pak ik even die andere erbij. Even zien. Ja, die is wel keurig boven het putje trouwens. Ze hebben ook geen last van wateroverlast. Moeten we even nat maken? Ja, echt. Hou vol water en dan gooien. Oké. 1, 2, 3. Ja! Dat is min 4 meter. Dat vind ik op zich ook knap. Moet ik het dan 3 keer uitleggen? Kom op, hij moet wel naar voren. Die bar. Zo makkelijk is het dus niet, leren. Ik denk, ik verzin een makkelijk spel, maar... Ja! Maar goed dat daar het dak op zit trouwens. Ja. Dan heb ik het over de verzekering gehad, maar dat begin je al. Dat kost al zonde. Nog 1 keer. Ja. Nou, nu succes. 1, 2, 3. Ja, pas op, dames en heren, daar gaat hij. Ja. Ja, die is niet helemaal goed. Oh! Het is nog gemakkelijker.
je rijdt tussen de pionnen door, totdat je bij de tafel bent. En op het moment dat je die emmer op de tafel zet, zonder te knoeien, stopt de tijd. Als je knoeit, dan krijg je mijn strafpunten. En dan ligt er dan ook aan of je me nou een flesje whisky schenkt, dan zie ik heel veel door de vingers. Glas bier, dan zie ik een klein beetje door de vingers. En neem ik niks, dan zie ik niks door de vingers. Neem plaats. Nico heeft zijn timer. Zet Nico is 1,98 meter lang, die is net met het ding van de trap afgegaan. Zonder problemen. Je bent klaar? 3, 2, 1, start hem maar. Zonder de snelheid, moet kijken. Hoppa, tweede versnelling. Ja, dat gaat hartstikke goed. Zo, hier moet je kijken, dat kan niet, zegt hij, dat kan niet. En ze hebben knieën naar zijn oren, maar dat kan niet. Doorgaan, 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 totdat je bij de tafel bent. Ja, zet het erop en stop de tijd. Wat is hier, Nico? Zo niet snel! Ik heb nog nooit zo snel gezien. Het is wel de eerste keer inderdaad, maar het was een geweldige tijd hoor. De boel hebben het droog gehouden. Nico, neem jij even de tractor mee. Dan ga ik even bepalen wie er moeten zijn die vrouwen weer. Dus even kijken wie het haasje is. Wacht even. De tijd van hen, hè? Ga je het beter doen? Ja, zo is het goed. Ja, zo ergens rond de 30 seconden. Zijn jullie mee? 3, 2, 1. Ja, dan heb je als je maat 44 schoenen hebt, dan kom je tegen het voorwiel aan. En dan heb je een Bjorn Borg onderbroek aan, zie ik. Ja, ik denk, geef even een slag voor die dames. Dat vinden jullie mooi, hè? Maar die gaat wel snel. Oh, vergeet niet, toch? Ja, zo op een manier. Maar helemaal tot aan de tafel. En maar erom, rustig. En stop de tijd. Zo, die snel. Bijna zo snel als die jongen net. Hé, robot. Dan gaan we weer terug. Kijk, dit tempo moet je hebben. Welkom bij de open besloten Tennisvaatse kampioenschappen viel. Yep. Ik heb nooit geweten wat er was, viel yep. Ik had er een hele andere voorstelling van. Maar dat schijnt dus te zijn dat je een aanloop neemt in die mast klimt en probeert een overkant in het zand te komen. Er is niks engs aan. Het is of je loopt tegen die mast aan, of je klimt erin, of je mist hem. Drie opties. En als je er nou in klimt, dan probeer je daar in het zand te eindigen. En dan weet ik niet of het hier nog meer van die Friese zijn, want viel die hebben, dat is dat dialect voor in een paal klimmen. En ik hoor het alweer achter me, Fries is een taal. Het is altijd dezelfde met die mannen. En nou leek het mij geweldig om een van onze dames zo dadelijk ook te laten springen. Sandra. Sorry, ik mag niet. Van wie niet? Van Jenny. Is hij ook hier? Jenny? Die is bij het dansen. Haha, mooi. We hebben een vrijwilliger. Als er mensen zijn, je kunt je opgeven. Je kunt een waanzinnige prijs. Een Song Joekel van den Beker. We hadden ze straks bij ons. Ze zijn gevallen. En dat is een klein stukje kleiner geworden, maar dat maakt niet uit. Je komt op een foto. Eeuwige roem. En wellicht als dit aanslaat dat het Dennis-Vaatse open besloten kampioenschap viel Jeppe er volgend jaar weer is. Daar gaat hij. 3, 2, 3. Ja! Ja! Dat was hem. Hij komt nog boven. Geweldig. En die kort erin. 26 jaar BRW de Vaat. Geen idee wat hij bedoelt. BRW. Ik denk dat het met die rode mannen te maken heeft die aan de overkant staan, Henry. Ik denk dat het een afkorting is voor
Oh, brandweer. Hij is 26 jaar. Heeft nog geen verkeer in. Dus wellicht, dames. Ik zie dat stoer is even bij. Brandweerman. Kijk. We zien hier halloween, dames en heren. Het is geen heenstapsprong. Jeroen Pelgrom, dat is zijn volgende. Ook alweer van de brandweer. 3! Ja, kom op, snelheid! Hij heeft snelheid! Klimmen, klimmen! Hij ging bijna met die paal tussen zijn benen. Jeroen, als je die paal vast hebt, dan moet je klimmen. Dat was op televisie. Mark Zandbergspeler, het is een plezier om die jongens allemaal te zien. En ga hij dat zou komen, de week er ook weer zijn. Jordi, moet je geen langer aan op? Ik zou iets verder naar achter. We moeten sprinten en klimmen, hè? Dan sta je straks wel precies waar je nu staat. Dat moet je niet willen. Ben je klaar? 3, 2. Ja, hè? En klimmen, Jordi. Klimmen, klimmen. Geweldig. Dat is ook een end. Ja, je moet het maar doen. Dat is over de helft. Roy van der Weijden. En dan gaan we. 3, 2. Hou het tempo, hè. En klim, klim, klim. Ja. Ja, dat gaat op, Roy. Voor een 12-jarige. Oh, wat goed. Alex Smit. Alex Smit is de volgende. Zeker weten? Oké. Okay. Ja, wij horen namelijk bijna niks. 3! En dan gaat het van start. Lekker rustig treffen en uitkijken. Open het witte. Zo, geweldig. Geweldig. Recht vooruit, recht vooruit. De bal, hè? De bal! Met de rally die heeft langs.
Kun je de bolletje nog zien? Zie je de bolletje nog? Oké. Okay. Dan geven we in ieder geval een applaus dat als je dit doet. U van u als toeschouwer is geweldig. Goed, onze schipper is weer aan de gang met de boot. Gerben, klaar? En dan gaan we gaan heel hard voor jou tellen. 3, 2. Dus je moest van je moeder. Wacht even, is die hier? Ja. Steek je handen op. We kunnen nog best een kandidaat voor 16 plus gebruiken. Niet? En heb je dat jongen helemaal in die bos gebouwd? Hij doet het ja. Hij wil. Jij niet. Applaus! Gerben Minnick, geweldig! Shulema! Ja, je hebt net de tijd gered, want als je op de klok kijk eens even. Ja, 45 meter. Okay, ja. Dat is de eerste. En daar komt nummer 2 aan. Wordt dat 45 meter? Helaas. Helaas, scheelt niet veel. Maar hij kan hem er nog tegenaan aantikken. Hij kan hem nog aantikken, ja, maar dat wordt 45 meter. Jawel, 2 keer. Nou, deze dan. Gaat dat 45 meter worden? Dat wordt 45 meter. 3 keer. 3 keer 45 meter. Oké, dan komt nummer 4 dan. Wordt dat 4 keer? Nee, sorry. De volgende dan, de laatste van de eerste ronde. Laatste kans voor deze. En dat zou maar eens kunnen zijn hoor. Het zou kunnen zijn, jawel. 4 keer 45 meter. De laatste 2, Rick. De laatste 2. Tweede ronde. De laatste 2. 4 keer 45 meter. Het kan zomaar zijn dat hij 6 doet. Daar komt nummer 5 aan. Jawel, dat is nummer 5. Nee, ja, nee, ja, wat gaat het worden? Helaas. Oké, okay, nou ja, goed. Misschien tot bij de laatste schijf. 45 meter. Daar komt hij. Oh ja, 45 meter. Jawel, oké. Okay. So darling, take the last dance for me.
bedoeling is dat jullie elkaar met de oude kussens, ze zijn pas een jaar of 30 oud, ze zijn van leer, dus het komt hard aan. Dat is alleen maar prettig, denk ik. Degene die langs blijft zitten, gaat naar de volgende ronde. Zijn jullie beiden klaar voor? Zal jij hem af? Ik ben hem af. Dan gaan we naar weer. 3, 2, 1, meppen! Kijk, 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 kijk! Martin had de hoop even getweede te worden. Helaas. Kom maar terug. Volgende! Heren, zijn jullie er klaar voor? Nico, 3, 2, 1, meppen maar! Zo! Moet je wel kijken naar je vader, hè? Ik heb het niet zo heel erg aan het duren. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Als je een spijtje hebt. En nog een keer. Ga door. Ja, ja. Donald Duck. Maar ik ben bang dat nu het hoedje en het maskertje dadelijk alle kanten op zullen vliegen. Ben je klaar voor Perry? René? 3, 2, 1. We kunnen niet wachten. Zo, die Perry. Hij ziet niks meer. Oh! Yeah! Dat is al een probleem. Perry, je krijgt het weer voor elkaar. De mensen hebben handen weer op elkaar voor jou. Goed heren! Ben klaar voor? Wie is er nou wie? Jorik? Jorik, dat ben jij, hè? Oké, René, ben jij? Marcel. 3, 2, 1, en aan! Nou. Hij is er nog niet op af, hoor. Ja, zo kan het ook. Geweldig. Zijn kunnen verbeteren en dan meteen afblazen kunnen zijn. Het publiek.
ik word heel enthousiast. Applaus, rennende mensen. Ja, ze moedigen je aan. En nu die laatste leutjes. Die zitten hebben. Veel mooi weer en rij voorzichtig. Geniet ervan. Dankjewel Yvonne. We hebben nog even wat technische mededelingen of wat huishoudelijke mededelingen. We gaan zo denk ik over een minuutje of 10 gaan we starten. Dan gaan we het follow-up systeem rijden. Dat weet Johan alles van. Die gaat er straks even uitleg over geven. En we gaan even bij een van onze sponsors weer een kopje koffie drinken, Amberger Motoren. Daar loopt de route langs. En dan zijn we rond een uur of 11:15 weer. Dan heb ik voor jullie allemaal een lunchpakketje ook gesponsord. En nu geef ik even het woord aan Johan. Rooskoningin en hoofddames bedankt. Die gaan nog even een beetje rondkijken, want die gaan een mooie motor uitzoeken. En daar hangt de prijs aan. En ik wens jullie alvast een goede reis. Oh, yeah, well.